Het Nationaal Archief Suriname, NAS, en het Directoraat Cultuur zullen samenwerken voor het behoud van het Surinaamse cultureel erfgoed. Cultuurdirecteur Roseline Daan deed tijdens een kennismakingsbezoek aan het NAS een verzoek voor ondersteuning bij het conserveren en digitaliseren van het audiovisuele erfgoed. De afdeling Cultuurstudies van het Directoraat Cultuur was belast hiermee. Dit erfgoed dat geconserveerd en gedigitaliseerd moet worden, is in de afgelopen 25 jaren opgebouwd door Surinaamse en buitenlandse onderzoekers. Zij hebben onderzoek verricht naar de ontwikkeling van de taal, de wijze, muziek en cultuur van de verschillende bevolkingsgroepen in Suriname. Het NAS zal binnenkort een quickscan maken van de collectie, waarna een plan van aanpak zal worden uitgezet voor de overbrenging van het audiovisuele materiaal naar het NAS. Directeur Rita Chinfu Harjo Mohammed benadrukte dat het NAS elk initiatief voor het behouden en de ontsluiting van het cultureel erfgoed zal blijven ondersteunen. Echter moeten zij ook beschikken over de expertise en faciliteiten.